Twee staatploegen tegenover elkaar in Volendam. Jong Volendam, de nummer 15 tegen de hekkensluiter OFC. OFC heeft slechts 4 punten. Speelde gelijk tegen TSC. Dat won van HFC thuis. Dit is Van Deul, de aanvoerder van Volendam met het eerste wapenfeit. Volendam veel al in balbezit. Buitenom zou kunnen. Dit is Blom. Blom van afstand. Agjai. De doelman van OFC met weinig problemen. Grillige buitenspeler. En opnieuw Volendam. Dit is goed de diepte ingespeeld. Antonioni met het schot. Aardig driehoekje. Met eindbestemming Antonioni. Voor het eerst OFC. Ah, lekker overstapje. Nou, de kans op de 0-1. Sterk gekiept door Lauwers. De inzet van Butter. 100% kans voor OFC. Opnieuw de gasten. Goed neergelegd door Belarbi en Walberg. Dit zijn toch wel mogelijkheden waar je een doelpunt uit kan maken. De hoekschop. Walberg. Doelman blijft staan. Dat is goed. Belarbi. Belarbi met het schot. En de redding van Lauwers. Zijn tweede. Speelde lange tijd bij AFC deze Belarbi. Volendam weer. In de slotfase van de eerste helft. Blom. Aanname. Blom schiet. En 1-0. Goeie goal van Volendam. In een fase dat OFC even beter leek. Dit is goed. Het inspelen van Antonioli. Aannemen en boem. Het instappen is te laat van de verdediging van OFC. En dus de voorsprong. Blom opnieuw. Doelgericht Blom. De maker van de enige goal. Vaak dreigend. Ruststand 1-0 in het voordeel van Volendam. Hier zien we Moussampa. Tol komt erbij. Dat gaat ten koste van Peen. Dat is de rechtsbek. Belarbi. Kan in balbezit komen. Belarbi en Lauwers. Staat een goede wedstrijd te keeper, de doelman van Jong Volendam. En Belarbi met weer een gevaarlijk moment. Mulders, de coach van OFC. Slecht verdedigd. In de laatste linie bij Volendam. Belarbi. Belarbi schiet. Ja. Van een bevlieging. Van hem. Daar moet OFC het misschien wel van hebben. Alhoewel, in de eerste helft heeft de ploeg 200% kansen gehad op de openingsgoal. Blom. Blom nog een keer. Nu wordt hij wel gestuit door een verdediger. Zeefuik met het schot. In de ploeg gekomen Zeefuik. Scoorde al in de Eredivisie voor Volendam. In de thuiswedstrijd tegen FC Twente. En nu dus voor het laatste deel in de ploeg gebracht. Oh, keeper, wat doe je daar? Het is 2-0. Wat een fout van die doelman van OFC. En De Haan schiet de 2-0 binnen. Het is de lange bal van de invaller, Tol. En De Haan, een doelman van OFC, Adjai, met een vreselijke fout. En dat kost OFC op dit moment de wedstrijd. Maar OFC probeert het wel. Wellicht uit een hoekschop om een aansluitingstreffer te krijgen. En deze wordt er vakkundig naast gekeken door Lauwers. Blom. Weggestuurd door Zeefuik. Blom. Ho! Hij raakt de lat. Daar had helemaal niemand rekening mee gehouden. Blom kan weer worden weggestoken. Dat gaat gebeuren ook. Blom. En dit is wel een goede reflex van Adjai. Zeefuik.
Sterk, Zeefuik. En weer de doelman van OFC. En zo wint Volendam voor de tweede maal dit seizoen een thuiswedstrijd. En weer een nederlaag voor OFC.